Hey, ambitieuze vrouw, super welkom in deze uitzending. En Wendy, super welkom dat jij ook vandaag de gast bent hier. Ja, dankjewel. Wil jij jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en wat doe je? Yes, ik, ik ben Wendy Jansen. Ik ben virtueel assistent voor coaches, trainers en adviseurs. En ik help ze vooral bij de online zichtbaarheid. Dus dat ze onvergetelijk online komen te staan met mijn bedrijf Onweerstaanbaar Online. Ja, superleuk. Ja, onweerstaanbaar online. Ja. Klinkt echt fantastisch. Ja, zeker. Ja. Was je ik daar meteen dat, opgekomen uh... toen je startte als VA? Wat zeg je? Was je daar meteen opgekomen toen je startte als um, Nee, het, het, dat heeft al een jaar geduurd. Uh, ja, ik startte dus bij jou in de opleiding en toen dacht ik van nou, ik wil... Mensen helpen, of in ieder geval zelfstandig ondernemers helpen met hun online zichtbaarheid. Ik denk, oh dat wil iedereen wel, maar blijkbaar niet hoor. Daar kom ik ook pas later achter. En um, ja, bij mij bleef op een gegeven moment, uh, na een jaar uh, kreeg ik uh, had ik even vakantie. En uh, toen kwam irresistible heel vaak naar boven. Ja, je wilt toch irresistible zijn als, uh, als uh, ondernemer als je online uh, zichtbaar wordt. Dus uh, toen bleek dus ja, hoe vertaal ik dat naar het Nederlands? Want ik help Nederlandse ondernemers. Dus dat is onweerstaanbaar. Dus dat je aanbod of alles wat je deelt op, uh, op social media uh, niet te weerstaan is voor je klanten. En dat ze je blijven volgen. Ja. Ja joh, het was uh, volgens mij uh, 2017 ja. toen wij elkaar voor het eerst ontmoeten. En dat was de start van de Via Business Academy. Dat klopt. En jij zat in de eerste groep. Ja. Dat is al wel een hele tijd geleden. En uh, ja, ik vind het ongelooflijk tof dat jij nu hier in deze uitzending zit. Omdat je nog steeds uh, met ziel en zaligheid jezelf inzet in het VE-schap. Zeker. Uh, wat je op een fantastische manier doet. Ja. Um, en heel mooi om jouw reis te mogen delen. Want ik denk dat er ook gewoon heel veel vrouwen zijn die die stap willen zetten en weer ja, op de weg zien of twijfels hebben. Um, en ja, jij hebt die stap gezet, um, ook eigenlijk een totale switch toen. Hè? Want um, hoe, hoe was jouw reis? Je, hoe zag jouw werk eruit voordat je startte als VA? Um, ja, ik ben begonnen in de reiswereld. Dus ik heb eerst een opleiding gedaan om reizen te verkopen. En um, ja, ik heb daar een hele tijd in gewerkt, maar ook wel vaak uh, tegen strubbelingen aangelopen. Want als er wat op wereldtoneel gebeurde, ja, dan uh, was het wel zo als ik geen vast contract had, dat ik er al wel gauw uit lag. Bijvoorbeeld uh, met het World uh, Trade Center in New York, waardoor in een keer uh, van alles niet meer mogelijk was. Ja, en als er dan minder inkomsten binnenkomen en je werkte nog maar net, dan uh, ja, dan lig je er gauw uit. En uh, ik heb een keer bij de OAT gewerkt. En toen was daar ook uh, een, een faillissement. Dus dan was ik ook alweer weg. Dus, uh, dus ja, ik heb wel uh, tegen wat uh, problemen aangelopen. En uh, op een gegeven moment was ik het uh, wel een beetje zat, de reiswereld. En om niet weer op zoek te gaan naar een baan in de reiswereld, ben ik op zoek gegaan naar wat anders. En wat dan? Dat was in het begin 2017. En. Um, ja, mijn zoontje ging in september dan naar, uh, naar de basisschool. Dus ik denk, nou, ik kan mooi een opleiding gaan doen dan. En ik heb mooi uh, van uh, januari 2017 tot en met september de tijd om uit te zoeken wat ik wil. Uh, eerst was het, wat wil ik, wat wil ik. Dat weet ik nog niet. Maar op een gegeven moment uh, kwam jij langs in maart of april. Dat ja. was eigenlijk al wel heel vrij snel. En uh, toen las ik alles uh, wat paste bij virtual assistent zijn. En ik denk, ja, dit is het. Dus, ja. Dus mijn bego opleiding begon niet in juni, of begon niet in september, maar begon in juni. Ja, in juni. En, uh, en toen had ik uh, ook een, um, een gratis uh, training gevolgd bij uh, Mike Pilatschik. En die zei van: Ja, je moet visualiseren waar je wilt staan. Dus hm. ik uh, um, had echt een affirmatie van: In september ben ik een uh, succesvolle VA. En uh, dus aan het einde van de opleiding. Had ik al vier klanten, dus uh, toen kon ik mijn baan opzeggen. En in november uh, 2017 werkte ik niet meer in de reiswereld. Ja, dat is ongelooflijk hard gegaan. Ja. Hè? En had jij überhaupt ooit van de term VA toen gehoord? Nee, jij ja, wel van PA, maar niet VA. <laughs> Precies, ja, 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 ja. ja. Hoe reageerde jouw omgeving toen? Uh, nou, ik vond het inderdaad wel heel erg spannend. Eerst ook met Jordi overleg. Die zei, ja, nou, uh, dat kost wel veel geld. En uh, moet je dat nou wel doen? Maar ik zei, ja, maar ik voel gewoon aan alles dat ik dit wil. Dus ik was even alleen weg geweest. <laughs> ik was boodschappen doen. Uh, zelf alles even op een rijtje zetten. Toen kwam ik thuis en had Jordi ook alles op een rijtje gezet. Zeg, nou, ga het maar doen. <laughs> en toen was ik uh, bij mijn ouders. En ja, ik had eigenlijk nooit intentie gehad om uh, ondernemer te worden. En uh, ja, mijn moeder die zei ja, je uh, moet, moet nooit ondernemer worden, want uh, haar ouders waren ook ondernemer geweest. En dat is ook niet zo'n fijne ervaring, want ben je alleen met je werk bezig. En, uh. Maar ja, toen zat ik daar, dus ja, ik ga een nieuwe opleiding doen. Oh, wat leuk! Ja, ik uh, ga virtueel assistent worden, maar dat houdt wel in dat ik ondernemer word. <laughs> dus nou goed, ga dat maar doen dan. <laughs> ja, 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 ze stond er wel achter. Ja, ja ze stonden ja. er wel achter. Ja, zeker. Ja. ja. En ik de hoorde later ook nog van: Goh, um, als het dan is ik eerder op je pad was gekomen, had het gewoon veel fijner geweest. Maar ik zeg ook altijd: Ja, alles is een les. Dus ik heb dit allemaal door moeten maken om eenmaal virtueel assistent te worden. Dus het is ook gewoon fijn dat ik nu, het nu wel ben ja. en niet eerder was. Want misschien was ik dan weer tegen dingen aangelopen, waardoor ik misschien nu weer in loondienst was geweest. Ja, je mm -hmm. weet het niet. Dus. Mm -hmm. Ja, en veel mensen hebben ook wel de overtuiging van uh, banen in loondienst uh, zorgen voor zekerheid. Ja, klopt. Maar jij hebt dat ook niet per definitie zo ervaren dat dat nee. de zekerheid gaf. Nee, zeker niet. En het was ook de hele tijd uh, in mijn loondienstbaan dat ik hoopte dat ik een vast contract zou krijgen. Maar zelfs met een vast contract en een fachement mocht ik ook weg. Dus ja, ik denk dat het, zo... het zijn wel signalen geweest om mij erop te wijzen dat het een soort schijnveiligheid is. Ja, precies. Schijnveiligheid. Ja, ja. ja. Ik heb ook, ook nog ooit eerder met uh, Esmee Boon een podcast opgenomen. En die dus hetzelfde ervaren. Van ja, weet ja. je, gewoon schijnveiligheid. En, ja. en hè, volg je hart, doe wat je blij ja. maakt. En uh, ja, ik geloof ook dat uh, als je dat doet, en dat weet jij ook, ja. dat je altijd gesteund wordt door het universum als je vanuit vertrouwen en passie hier ja. Ja. zet. Ja, zeker. Dus uh, ja, super mooi. Je hebt toen die stap gezet. En ik weet nog wel, uh, ja, vergeet ik nooit meer. Je zat natuurlijk in de eerste groep van ja. uh, mijn klanten. Klopt. Dat je zei: Daniel, ik wil iets met tekst doen en grafische vormgeving. Ik ben als kind altijd creatief geweest. Ik heb daarna nooit meer iets mee gedaan. Ja. En ik vind taal zo leuk. Klopt, ja, hè? Zeker. Ja, ja klopt. Vergeet klopt. ik nooit meer dat je dat tegen me zei. En. Ja. Uh, um, en dat heb je ook volledig daarna ben je dat steeds verder gaan ontwikkelen en in gaan zetten. Ja, klopt. Ja. Dus uh, ik ben dat. Uh, ik, en dat is eigenlijk ook een in mijn hele ondernemerschap ook een zoektocht geweest. Om, uh, want eerst probeer je eigenlijk van alles. Dus, uh, en, uh, omdat je je klanten van dienst wil zijn. Hmm. En uh, ja, nu heb ik echt wel een, een, een punt gedrukt, laat maar zeggen, op het graafsvormgeven. En dat begon eigenlijk al toen ik 13 jaar was en uh, boeken leende van de bibliotheek om uh, Coral Draw, een programma, te leren kennen. Dat had ook uh, met grafisch vormgeven te maken en met plaatjes mooi maken. En hoe doe ik dat? Ja, eigenlijk nog wel veel vroeger eigenlijk. Mijn vader had de computer op zolder staan en ik begon met paint. En oh, ja. <laughs> dus ik vond het altijd wel heel erg leuk om grafische of in ieder geval digitale plaatjes te maken in plaats van het kleuren. Ja, waarschijnlijk ook omdat je je fouten kunt herstellen. Ja. <laughs> dus dat uh, ja, en, en toen ik uh, in, bij de toeristische opleiding uh, zat, toen ben ik ook naar OAT gegaan en toen heb ik gezien hoe ze uh, reisbrochures maakten. Oh dat vond ik ook heel erg heel erg mooi om te, uh, om te zien. Leek me, dat, daar wakkerde het eigenlijk al een beetje aan, maar ik heb het zelf nooit in de reiswereld gedaan. En um, ja, qua taal, ik, er komt nu iets, een herinnering naar boven, dat ik altijd samen met een vriendin de um, SO's deed met uh, Nederlands, de D'tjes en de Tetjes. Oh. <laughs> en uh, dat vonden we wel, ja, we waren er allebei heel erg goed in. Maar uh, soms we vroegen we, wat heb je bij 4? Oh, DT. En wat heb je bij 8? TT, en dan <laughs> konden we dus hadden we de tassen in het midden en dan konden we zo spluisteren. Dan hadden we toch allebei nog een tien. <laughs> <laughs> maar goed, ja, ik vertaal ook wel geweldig. Ja. Dus, uh, ja. En, en je, je, heb je getwijfeld toen van oh, kan ik dit? Kan ik, kan ik dit gaan doen? Want jij ja, kwam uit de reisbranche? Ja, nou ik heb eigenlijk nooit getwijfeld over, over mijn taal. Over, over het schrijven. Uh, uh, ik heb zelfs nog een, wel een copywriting cursus gedaan online, omdat ja, ik heb eigenlijk gewoon alles aangepakt wat ik leuk vond om te doen, leuk vond om te leren. Dus dat was dus, uh, nou die copywriting uh, van Canva, dat kwam op mijn past, pad. Daar heb ik direct een betaalde versie van uh, genomen, want ik vond dat zo leuk om daarmee te werken. En ik vond het interessant hoe het uh, zou werken met uh, advertenties, uh, Facebook adverteren bijvoorbeeld. Dus ik ben daar, ik ben echt helemaal in de online marketing gaan zitten. Mm -hmm. dus, uh, en, en daarom vond ik het uh, na jou op de eerste opleiding ook zo super interessant om de vervolgopleiding te doen. Om echt die online marketing uh, in de vingers te krijgen. Van hoe komt uh, uh, de klant echt bij het product wat je, wat je wil verkopen. Dus yeah. dat, uh, dat vond ik echt super interessant. Ja, daar heb je toen eigenlijk heel veel geleerd over ja. online marketing. Hè? Dus ja. echt, uh, dat je gewoon uh, ook daarna met je klanten mee kon sparren. Nou, dat ook. Dat zeker. Ik vind het echt, ja, daar krijg ik ook echt helemaal uh, blijer gevoelens van als ik creatief mag meedenken met, uh, met het hele proces. Uh, ja. uh, van uh, ja, wat ik dus al net noemde. Hoe krijg je je klant naar dat product wat jij uh, met alle liefde wil verkopen? Ja. ja. En noemen ze een voorbeeld van de werkzaamheden die je nu vooral veel doet? Um, ik doe vooral veel uh, werkzaamheden, uh, dus uh, online werkboeken maken. En uh, ik heb voor een klant uh, een, um, een kaartenset gemaakt, uh, magazines. Uh, ik help met uh, blogs, uh, blogs op de website zetten, blogs delen in een nieuwsbrief. Uh, ja, ik denk mee als er een nieuw concept is van, nou, hoe gaan we dat aan de man brengen? Dus wat voor tekst komt daarbij en um, hoe worden we zichtbaar? Uh, hoe, hoe geven we dat mee aan de volgers en, uh, en tot aan uh, ja, de verkoop van, uh, van het product? Dus ja, eigenlijk alles wat, uh, wat bij online marketing komt kijken, ja, daar help ik wel bij, zowel met tekst als visueel. Ja, ja. Wat uh, merk je dat uh, klanten het meest waarderen in de samenwerking met jou? Ja, vooral uh, ja, het creatieve meedenken ook. Maar ook, um, um, ja, het, 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 alles mag er zijn. Dus uh, ook uh, de ideeën die de klant heeft en dat we daarop doorgaan. Het, het wordt eigenlijk steeds meer, steeds groter, laat maar zeggen. Um, en op een gegeven moment voel ik gewoon, oh, er komt iets, uh, iets binnen, een idee of zo. En dat deel ik dan en, en dat is het dan. Weet je wel, dan denk ik, oh ja, wij, ik, zij zeggen iets naar mij toe. En op een gegeven moment kan ik daar woorden aan geven van, uh, ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel. En dat is waar ik eigenlijk heen wil. Maar ze kunnen de vinger er niet op leggen. Ja, mooi is dat, hè? Het ja. is ook gewoon een talent wat je steeds verder hebt ontwikkeld. Althans, ja. zoals ik jou ken, um, ben je ook als persoon enorm gegroeid. Ja, zeker. Uh, ook persoonlijke, ja. ja, gewoon een flinke groei doorgemaakt. Waardoor je um, uh, ook veel ja, uh, sensitiever bent geworden om datgene te vangen voor jouw klanten ja. wat ze nodig hebben. Ja. Dat vind ik ook zo mooi, dat je die groei hebt doorgemaakt. Ja. ja, ik ben tijdens die gesprekken ook totaal niet met mezelf bezig, maar met die persoon. Van, waar wil jij naartoe? En, en wat merk ik uh, wat je zegt? Maar ook, wat, wat vang ik op, uh, die ideeën, uh, om te geven? Ja. Want ja, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met de groei van, van, me, van mijn klanten. Ja. Dus, en dat is natuurlijk wat ze willen. Dus daar help ik ze bij. En ja. daar sta ik. Dat is mijn dienstbaarheid naar mijn klanten toe. Ja, ja. ja je bent heel toegewijd en dienstbaar ja. inderdaad. En ik denk dat heel veel vrouwen die deze stap zetten dat ook hebben. Die ja. willen ook van betekenis zijn. Die willen helpen. Uh, maar meer dan alleen maar even alleen de uitvoering doen. Nee, en ik zeg altijd ja, ondernemers willen samenwerken met e-players. Niet de ja. c's, maar ook. Nee. Uh, een VA is ook iemand die de uitvoering doet, maar ook meedenkt. Hè? Dus die e-player die zegt: Goh, heb je hier al aan gedacht? Ik heb dit gezien. Volgens mij laat je hier een kans liggen. Uh, heb je het sowieso al bekeken? En um, ja, ik denk dat jij in de loop van de jaren wel hebt gemerkt dat je steeds makkelijker mee kan denken. Dus ja. Hoe Verder je hebt ontwikkeld, hoe makkelijker ook uh, dat stuk wordt. Ja, en ook mee kan praten, want je bent onderdeel van een team en je staat naast. De ondernemer, dus dat, dat voel ik ook. Het is niet dat je um, onder de ondernemer staat nee. als je bijvoorbeeld in loondienst werkt, dan sta je onder je baas. <laughs> ja. maar dit is niet zo. Je bent mede-ondernemer, dus jij uh, ja, je durft het ook te zeggen waar jij ziet waar kansen liggen of waar het even misgaat. Van let even op: uh, dit moet gebeuren. Ja. Uh, dan kun je dat ook gewoon doorgeven. Ik sta ook voor open communicatie met je klant. Ja, precies. Ja. Hey, en jij bent al heel snel uh, toen je startte met je bedrijf, zat je al vol met klanten. Dat klopt. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh, nou, ten eerste was er een klant uh, die ik al, of iemand die ik al volgde, die een uh, mail stuurde van, nou ik zoek een, uh, een, een ster va of een, zoiets. Ja? <laughs> en uh, toen stuurde ik uh, een mailtje terug en um, uh, ja, ook wel gewend om sollicitatiebrieven te sturen. Maar ik stuurde eronder van. Uh, nou, ik denk dat je niet meer verder hoeft te zoeken, want ik ben het. <laughs> ik denk, ik doe er nou even wat bold actie in. Ja. En um, dat was mooi, want ik had het eronder gezet en ja, ze had wel meer reacties gehad. Maar ze zei, ja, ik hoef niet meer naar die andere te kijken. Ja. Ik kan op haar reageren. Dus dat was wel uh, dat was een goede set geweest. Ja, ja. En um, ja, de andere twee klanten die. Uit, dus er kwam een klant uit marktonderzoek die ik heb gedaan. Uh, uh, vanuit de opleiding, dus ja. dat, uh, dat was ook een, uh, een mooie set. En uh, uh, nou ja, Aart uh, is mijn klant uh, geworden. Dus, uh, dus dat is ook wel, het, uh, de, ja, die uh, kwam in uh, uh, onze groep kijken van uh, welke, welke VA's ze uh, eventueel zouden kunnen bijspringen bij zijn bedrijf. Ja. En uh, ja, toen had hij voor mij gekozen. En uh, ja, de laatste klant, dat ben jij. Ja. <laughs> jij had ook hulp nodig. Dus uh, ja, ik had ook toen al ook. Bij, bij online zichtbaarheid. Zeker, zeker. <laughs> ja, ja. Dus. ja, en uh, nou, je hebt ook al best wel samenwerkingen. Al heel lang, hè? Ja, ja met Aard werken we nog steeds samen. En met ja. jou. Ja. En uh, vanuit Aard uh, zijn er uh, eigenlijk ook nog weer uh, klanten gekomen. De vrouw van Aart uh, is mijn klant en uh, nou ja ook de, de trainers die bij Aart zijn aangesloten die hebben naast dat zij Aart helpen met trainen ook een eigen bedrijf, dus zij willen ook graag uh, hulp bij hun branding en online zichtbaarheid. Dus. Um... Ja, dus, uh, dus eigenlijk uh, veel mond-tot-mond uh, reclame. Ja. Ja. En, uh, en ik heb nog een andere, een BTW-adviseur. Dus dat is weer een hele andere tak. Uh, want ik help vooral coaches en trainers. Ja. ja, zij is dan wel weer een adviseur. Maar dan, uh, ja, zij helpt dan weer met uh, BTW-vraagstukken. Dus dat is ja. weer iets heel anders, maar is ook dat? heel interessant. Ja, en daar doe je dan ook een stuk grafische vormgeving voor. Ja, klopt. Vooral uh, het zichtbaarheid, het meedenken. En uh, als ze iets nieuws uh, heeft, uh, ze heeft bijvoorbeeld een stroomschema. Waarbij ze uh, ja, laat zien hoe het werkt bij uh, verenigingen en stichtingen. Wat, of ze BTW terug kunnen vragen wel of niet. En uh, ik heb haar dus geholpen met het stroomschema op, uh, op haar website zetten. Dat ze het kunnen aanvragen en dat ze het dan ook per mail krijgen. Mm -hmm. Dus uh, ja. Ja, ik denk dat uh, als we gaan kijken in het ondernemerschap aan zich. Dus als je gaat kijken naar een ondernemer die dus iets met BTW doet bijvoorbeeld. Yeah. Hè, van, er zijn er zoveel die dat doen. Yeah. Maar uh, als jij het echt op een hele authentieke manier doet. En dat op een manier vormgeeft, grafisch. Wat yeah. past bij de ondernemer, want dat is wel heel belangrijk. Yeah. Uh, kun jij zo'n andere plek innemen in de markt dan even de saaie <laughs> Standaard Precies. manier van communicatie. Ja, um, dus door die grafische vormgeving kun je natuurlijk fantastische, uh, ja, wat jij zegt, onweerstaanbaar online. Dus, ja. dus, dus, dus jezelf onweerstaanbaar in de markt zetten. Klopt. En dan kan iets wat heel saai is ineens heel leuk worden. Ja. Toch? Dat klopt. Dat is ook hetgene wat ik, wat ik wil voor mijn klanten. Inderdaad, in ieder geval, uh, die, 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 dat, ja, dat, die vlinders in je buik voelen. Om dat uh, uh, te mogen laten zien aan je klanten. Dus, ja. uh, en dat ik daarbij mag helpen. Dat, uh, ja. dat vind ik al heel erg leuk. Ja. Ja. ja, voor ons heb je ook een aantal werkboeken nu gemaakt, ook ja. heel veel andere dingen al. Maar wat ik dan ook al vaak terugkrijg van deelnemers, is. Oh, wauw, wat een mooi werkboek. Ja. Dus uh, alle credits voor jou. Want ja, uh, ja daar zet jij je natuurlijk uh, vol uh, liefde en passie ja. in. En, en dat is fantastisch. Ja, ja. je hebt gewoon aan een paar woorden al. Genoeg. Ja, en uh, dat. dat is zo fijn in de samenwerking met jou. Ja, ja vooral met de lange uh, samenwerking natuurlijk. Op een gegeven moment weet je wel wat, uh, wat ja. jij wilt of wat je klant wil. Ja. Dus dat is ook al fijn. Daarom heb ik ook liever langdurige samenwerkingen dan, uh, dan heel kort. Ja. Dus uh, ja. ja het, uiteindelijk is het voor de ondernemer en de VA allebei heel fijn. Ja, ja. ja precies. Hey, en, uh, ja, over het stukje omzet, uh, geld is soms nog wel eens een taboe, hè, van hoe uh, geld verdienen. Ja. Ik uh, sta ervoor dat ik het heel belangrijk vind dat elke vrouw financieel onafhankelijk moet zijn uh, om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Ja. Ik vind dat een heel belangrijk iets. Zeker. Er is natuurlijk ook iets over mij als persoon. Hè? Maar ik vind ook, ja, als je je met ziel en zaligheid ergens voor inzet, dan mag je daar ook goed voor beloond worden. Um, uh, als jij nu kijkt naar jouw ondernemerschap, jij werkt part-time uh, gezin met twee kinderen. Ja. Uh, je bent er voor de kinderen en ja. tegelijkertijd verdien je ook goed met je eigen onderneming. Zeker. Dus je hebt zowel ruimte voor je, voor je gezin als voor ja, je ondernemerschap. En uh, je hebt nu een aantal klanten. Wat voor omzet maak jij zo op jaarbasis ongeveer? Ik maak uh, ieder jaar ongeveer 40.000 euro om. Ja. En dan werk je hoeveel uur gemiddeld op Java? Um, ja, het is ongeveer uh, 20 uur per week. Maar ja, ik heb ook uh, maanden ertussen, bijvoorbeeld in, de, in het zomerseizoen, dat ik wat minder werk. Hmm. Dus uh, ik denk dat het gemiddeld uitkomt op 16 uur per week ongeveer. Ja. Dus uh, Ja. Waarbij er maanden zijn dat ik wat drukker ben dan, uh, dan andere maanden. Ja. ja, maar een mooi inkomen. Nou, ja, dat zeker. Ja. En ik vind het uh, daarnaast ook belangrijk, ja, ik heb dan uh, tijd voor mijn klanten en tijd voor mijn gezin. Maar ook... ik vind het zelf ook belangrijk om tijd voor mezelf te hebben. Want mm. mijn persoonlijke groei vind ik ook heel belangrijk: dat ik stevig sta in mezelf. Ja. En ik vind gewoon heel veel dingen ook interessant om te weten. Ja. <laughs> dus uh, ik lees veel boeken. <laughs> ja, ja mooi, mooi. Ja, je hebt je enorm ontwikkeld en dat doe je nog steeds. Ja. Uh, ik geloof ook dat dat heel mooi is, waardoor je ook heel krachtig naast je klanten kan staan. Ja. Um, en je laat heel duidelijk zien, dit is de manier hoe ik wil leven. Nou, dat... Daaromheen werk ik. Ja. ja, precies, dat is wel de levensstijl. Daar begin je eigenlijk ook. Hè? Dus ja. als je zegt van uh, hoe wil ik mijn leven inrichten. Ja. Uh, en ik vind, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat ik, uh, dat ik inderdaad ook tijd heb voor mezelf en dat ik een wandelingetje kan maken als ik dat wil. En, ja. uh, ja, als ik een, een podcast wil luisteren, dan, dan kan ik dat ook gewoon doen. En uh, het, het, ja, ik vind die balans gewoon erg belangrijk. Want anders houdt het gewoon niet vol. Nee, nee. Want hoe ziet zo'n week voor jou eruit? Uh, nou, ik ben eigenlijk sinds kort erachter gekomen dat. Uh, ja, mijn energie, hoe mijn energie werkt. Uh, en nee. mijn energie staat aan ochtends vooral. Maar uh, wat ik dus ook merkte, dat mijn energie dus aanstaat aan het begin van de week. <laughs> en uh, ja. uh, ik merkte dat ik voor mezelf, dus minder, uh, daar in ieder geval voor mijn bedrijf, want ik wil mijn bedrijf ook, uh, vind het gewoon ook voor mijn bedrijf interessant om online zichtbaar te worden en creatief bezig te zijn. En creativiteit is wel mijn uh, drijfveer. Ja. Dus uh, nu begin ik iedere maandagochtend voor mezelf. Uh, creatief bezig zijn, alles wat erbij komt kijken. En uh, dan op dinsdag ga ik echt aan de slag voor mijn klanten. Dus dan uh, uh, ja, ben ik vooral de hele dag wel uh, aan het werk. En uh, op woensdagochtend, uh, nou ja, dan ga ik even kickboxen. Ja. <laughs> en, en woensdag ga ik eigenlijk in principe vrij, omdat het zo'n versnipperde dag is. Omdat ik 's ochtends ga sporten. En smiddags breng ik vaak uh, nou ja, de jongste hitte. Naar mijn vader toe. Dus, uh, dus dan denk ik, ja, ik kan misschien beter niet werken. En dan kan ik wel kleine taakjes tussendoor doen. En dat doe ik vaak ook wel. Maar grote taken aanpakken, dat heeft niet, uh, niet veel nut. En dan werk ik op donderdag. En dan werk ik nog op vrijdag. Ja. Dus, uh, ja. ja. En dan de kinderen na school? Hebben uh, opvang? Of zijn ze nee, thuis? Niet meer. <laughs> ze waren toch wel klaar met die. Uh, met um, de BSO. Dus uh, nee, maar ze zijn al... Uh, hier zit in groep 8, dus die ja. is 11. Is en um, die redt zichzelf wel. En Lieke gaat al naar de middelbare school. Dus ja, ja dat... Uh, nee, het wordt steeds makkelijker. Ja, hè? ja dat is wel fijn, ja. hè? Ja, dus... Als VA was het natuurlijk wel anders. Ja, inderdaad. Toen gingen ze nog wel naar de BSO. Op donderdag had ik de hele dag voor mezelf. Maar um, ja, dan, dan ben je er eigenlijk gewoon als ze thuis komen om twee uur. Dan ben je er gewoon. Mm -hmm. Maar nu is het vaak, de komen ze thuis dan zit ik nog boven. En dan zeggen ze, ja, ik ben er. Ja, pak maar zelf wat drinken, wat eten. Ik maak het even af hier. Ja. Dus uh, ja, en dan ja. soms ga ik s'avonds ook nog wel eens aan de gang. Dus ja. Uh, yeah. Ja, als het uh, nodig is of als je ja. zin hebt, dan uh, ja. uh, die flexibiliteit heb je, hè? Ja, nou, ik en... vind ook de pauzes wel belangrijk. Ja, ik heb ook zo'n... Uh, uh, Schilderij ooit gemaakt? <laughs> Met ze op, neem je pauze of in ieder geval uh, take a break, staat erop. Ja, precies. <laughs> dus uh, de pauzes zijn ook wel, uh, wel belangrijk om niet, maar niet constant uh, uren achter de computer te zitten. Nee, ja. Dus soms uh, ook even weg te lopen. En dan is, komt het dan wel eens voor dat ik bijvoorbeeld een taak even naar de avond verschuif, om dan toch nog even een uurtje die taak af te maken. Ja, ja. En dan heb je ook best wel uh, afgelopen jaren uh, ook een intensieve periode gehad binnen je familie. Ja, zeker. Uh, hoe, is, hoe is dat voor je verlopen? Hoe heb je dat goed kunnen combineren? Um, ja, nee, ja dat, dat, dat liep gewoon door. En ook met, met uh, de open communicatie met mijn klanten. Want ja, uh, ja dat zeg ik alweer twee jaar geleden natuurlijk. Maar ja, vorig jaar was natuurlijk ook wel de rouwperiode. Uh, ja, mijn moeder is twee jaar geleden overleden. En um, ja, veel open communicatie met mijn klanten. Hier loop ik tegenaan en, en, en ja, gewoon je gevoel uh, ook vertellen. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is gewoon heel erg belangrijk. En uh, als je ja, er tegenaan loopt, dus ja, nou het gaat even niet. Uh, dat is ook prima. Yeah. Het is gewoon belangrijk om het gewoon aan te geven. Dus dan weet je klanten ook waar zij aan toe zijn en waar jij mee zit. Mm -hmm. En dan heb je niet alleen een vangnet van je familie om je heen, maar ook je klanten. Ja, ja voelde je gesteund door je klanten? Zeker, ja, ja zeker. Ja. Dus dat is, dat is heel fijn. En ook uh, de ervaringen van mijn klanten zelf, die, die dan ook vertellen hoe het hun vergaan is bij iemand die ze verloren zijn. Dus dat ja. is ook wel, brengt je ook alweer hechter bij elkaar. Ja, precies. Ja. En hoe ervaar jij het VE-schap in het kader van sommigen denken: oh, is het niet heel alleen? Nou ja, dat krijg ik. Mijn vriendin zegt dat ook wel. Maar echt, nee, mijn netwerk is gegroeid tot en met. Het is echt. Uh, ik, ik ga regelmatig ook wel naar, uh, naar dagen toe waar mensen samenkomen en ondernemers samenkomen. En dat is ook wel fijn, want je bent natuurlijk ondernemer. En je wilt je met gelijkgestemden uh, uh, verbinden. Nou, met ondernemers verbind je, je natuurlijk al veel sneller. Dan uh, als je ja, in loondienst zit en je komt ergens anders, weet je wel, waarbij je niet de klik hebt. Uh, je hebt samen uh, het, het streven om, om, om je bedrijf te laten groeien. Dus ja, dat is, al, uh, dat is de klik die je hebt en meerdere dingen natuurlijk. Dus um, nee, ja, mijn netwerk is eigenlijk alleen maar gegroeid en ik heb zoveel meer mensen leren kennen en ik ben echt niet alleen. En ik vind het aan de andere kant ook wel lekker om alleen te zijn. Ja. <laughs> dus. Uh, wel rustig dan, hè? Ja, nou dat je ja. zelf kunt bepalen wat je gaat doen. Ja. En als je toch iemand mist of, of wat dan ook, ja, de, de, je kunt heel, ja, tegenwoordig is iedereen dichtbij, dus dan kun je ja. een appje sturen of even bellen of uh, even een te sturen, hoe gaat het en. Uh, ja, regelmatig spreek ik dan een andere VA. Zeg, oh, heb je zin om mee te gaan naar die lijfdag? dag? En dan uh, zeg ik, oh ja, dat nou, lijkt me wel leuk. Dan leer je zo weer nieuwe mensen kennen. Dus uh, ja. ja. Ja, het is ook een soort van ooit... Voelt het wel als een soort van familie, hè? Dat als ja. er ooit dan iets is... Uh, ik heb dat ook wel eens een periode gehad... Dat ik meer contact had ineens met mensen die ik kende in, in het ondernemerschap. En dan voel je je zo gesteund. Omdat iedereen ja. snapt waar je doorheen gaat. En... Um, ja, dus, dus de wereld wordt veel groter in plaats van ja. kleiner. Hè? Ja, zeker. Ja, dat ook. Ja, klopt. En het fijne is ook dat mijn man is ook ondernemer. Dus ja, we weten allebei wel waar we het over hebben. Dus uh, ja. Dus dat is. Uh, nee, het is echt uh, nooit alleen. <laughs> en hoe voelde het toen jij de start maakte om totaal iets nieuws uh, te doen? Uh, twijfelde je aan, je, aan jezelf? Al oh, kan ik dit wel en, en ga ik hier wat klanten bij vinden? Want ik, heb, ik mis nog ervaring. Ja. ja. Heb je daar last van gehad? Ja, daar heb ik wel last van gehad. Inderdaad, tenminste niet ontzettend last of zo. Maar ik bedoel, met de begeleiding van jouw uh, opleiding uh, hielp dat natuurlijk wel. Van, oh je kan een marktonderzoek doen. Ik, ik vraag aan, uh, aan, aan, aan Facebook of in een groep in ieder geval. Of mensen. Uh, in een netwerk van, goh, kan ik bij jou een, een marktonderzoek doen? Dus, uh, dus ja, je krijgt wel handvatten om, om, om wel aan je klanten te komen. Um, ja, dus, ja, toen ik eenmaal startte als ondernemer, dacht ik, ja, nu moeten er natuurlijk ook wel klanten komen. Maar ja, aan de andere kant zag ik dat ook wel weer als iets als een uitdaging. Mm -hmm. Dus, uh, en wel spannend, maar niet eng spannend of zo. Dus, nee, de uh, uitdaging van kijken wat, yeah. uh, wat lukt. Ja, wie worden mijn klanten? Wie komen er op mijn pad? En ja. Uh, en, ja. Ja, ja en, en, vooral, en vooral je passie blijven delen. Wat vind je nou leuk om te doen? Dus dat, uh, ja, vooral dat. Ja. Ja, Wat kun jij betekenen voor je klanten? Dat duidelijk en helder te hebben. En uh, ja. Ja, dan komt het goed. <laughs> en. Hey, als je nu terug mag denken aan een heel mooi moment in de samenwerking met een van je klanten, waar, waar denk je dan als eerste met een glimlach aan terug? Ja, nu komt er boven een magazinemaker voor mijn klant. Uh, ja, er was een idee van uh, van iemand anders in het team die zei van, nou uh, die blogs uh, die werden geprint in een map. Ja. En uh, zij was dan uh, meegeweest naar zo'n training. En ze had het eerste wat ze deden was al die blogs uit de map halen, bam. Want dat was veel te zwaar om mee te nemen. En zij kwam met het idee: hoe, hoe gaaf zou het zijn om daar een magazine van te maken? Nou, dat was een geweldig idee. En ik ben ermee aan de slag gegaan. En uh, ja, dat, dat vind ik wel een mooi moment. Dat je dan iets moois kunt maken. Uh, voor je klant, maar voor, voor zijn klanten. En dat een creatie van jou de wereld ingaat. En er zijn nu twee edities uh, van die magazines. En ondertussen zijn er kaartendecks gemaakt. <laughs> en een notitieboekblok. Uh, en, uh, en een poster. En zo gaaf om dan dat creatieproces te doen. En dan te weten dat je creatie uh, de wereld ingaat. Ja. Ja. Yeah. Dat jij daaraan hebt bijgedragen en een ja. hele grote bijdrage aan hebt geleverd. Ja. ja, zeker. Fantastisch. Ja. En uh, ja, je zit, draait al een hele tijd mee in het uh, VE-schap. Hoe uh, heb jij de markt de afgelopen jaren zien ontwikkelen? Van nou ja, toen je begon tot nu? Ja, toen ik begon was er eigenlijk nog niet veel bekendheid op uh, virtuele assistenten. Eh, ondernemers die. Eh, het is zelfstandig ondernemers, die dachten dat ze veel dingen alleen moesten doen. Eh, maar er komt wel meer bekendheid. Vooral onder de coaches en trainers, eh, zie je wel vaker terug dat, uh, dat zij een virtueel assistent inhuren om, uh, om de werkdruk te verlichten. Dus uh, ja, het wordt wel steeds meer bekend. En um, uh, vorig, ...voor twee weken geleden zat ik bij een mastermind... ...en um, ja, toen zaten er vooral uh, inderdaad coaches en trainers in, uh, in de zaal... ...en toen zeiden ze van, nou, is er misschien nog iemand anders die een ander beroep heeft? Ja, dan steek ik wel mijn vinger op en dan zeg ik, ja, ik ben virtueel assistent. <laughs> dus uh, het is wel herkenbaar voor die mensen. Dus ja. dat is wel, uh, ja, het is wat makkelijker inderdaad, maar... Aan de andere kant denk ik, oh, dus ik kan je ook inhuren voor de boekhouding of voor de taken die ik niet leuk vind. Maar daarin heb ik me dus wel gespecialiseerd. dus In de, in de online marketing en het creatieve meedenken en de grafische vormgeving. Ja, ja dus niet, niet voor alles ben ik huren. In te, in te nee, 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 nee. Ja, kijk, dat is ook het mooie. Hè. Als je begint, dan mag je ook. Ik zeg altijd: weet je, je mag. Wel even, wees even kind. Ja. Ga spelen in de speeltuin. Ga ontdekken. Uh, wij als volwassenen zijn vaak zo ergens ingerold door een opleiding of werkervaring, dat we even vergeten om te spelen. En ik weet gewoon, succesvol ondernemen komt vanuit je hart, maar dan moet je wel even ontdekken, oh, wat is dat dan? He, dat echt leren luisteren naar die zachte stem in je, die fluistert, oh, het lijkt me zo gaaf dit, is ook gewoon een proces. Ja. Omdat we heel vaak vergeten zijn dat we daarnaar mogen en kunnen luisteren. En dus in het begin is het leuk om even te ontdekken en dingen te proberen. Om vervolgens echt te weten, ah, oh, ja, hier ga ik echt van aan. Dit is, dit is echt mijn ding. En dan eh, is het heel belangrijk om inderdaad te gaan specialiseren. Want dan weten ondernemers, ah, oh, maar voor Wendy? Ja, als ik onweerstaanbaar online wil zijn, dan moet ik echt bij Wendy zijn. Want die gaat mij daarbij helpen. Precies. En dat is ook... Um, het fantastische voor jezelf, dat je echt doet waar je ontzettend blij van wordt, maar dat je klanten krijgt die ontzettend blij worden van jou, want precies datgene krijgen wat ze nodig hebben in de beste vorm. En er zijn ontzettend veel VA's, maar er zijn ontzettend veel taken die je als VA kan doen en waarin je kan specialiseren. Dus ja, daarin heb je niet zomaar te maken met concurrentie, want uh, ah, er is maar één type. Als, hè, wat jij bent dus maar één Wendy ja. uh, en daarbij heb je ook nog een specialisatie en uh, het mooie van dat is dat ondernemers ook echt kunnen zeggen oh, ik schakel VE in voor dat en de VE in voor dat en de VE in voor dat en ik zet iedereen op de juiste plek ja. en want dan komt iedereen tot zijn recht en groeit het bedrijf ook precies zoals het uh, wat hij nodig heeft. Ja, en en ja. wat het potentieel uh, biedt. Dus ja, dan mag projecten. het ook moeiteloos gaan, hè, dan op dat moment. Want je zegt van nou, in het begin mag je spelen, maar het is eigenlijk dat ik nog steeds speel hoor. Ja. <laughs> dus, uh, Hoe doe je dat nu? Ja, nou, vooral met creatief bezig zijn. Dus dat, uh, voor mij is het echt een, een speeltuin. Ja. <laughs> vooral als ik nou ja, een online werkboek maak, dat ik uh, de, de foto's binnenkrijg. En uh, dat ik dan mag gaan spelen met dat beeld en met die, met die verschillende lettertypes. En uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik echt spelen. Ja. Ontdekken en, en kijken ja. hoe, uh, hoe het eruit komt te zien en wat voor moois je kunt maken. Ja, ik ben eigenlijk altijd heel erg verliefd op mijn eigen ontwerpen. Ja. ja, ik kan er wel uren naar kijken, maar dan denk je, oh nee, nou moet ik het zo eventjes doorsturen om te kijken wat mijn klant ervan vindt. <laughs> Mooi is dat, hè? Ja. Nou. En dan voelt je werk niet als werk. Nee, klopt. Ja. Dus, uh, en dat is fijn als, als, daar, als er teamleden zijn die dat ook ervaren. Want ja, hoe snel kun je dan groeien als bedrijf? Ja. ja. Hoe makkelijk? En wordt uh, um, uh, online, dus op social media, help jij jouw klanten ook qua zichtbaarheid? Ja, ja klopt. Ja. Hoe blijf je bij bij die ontwikkelingen op social media vlak? Uh, nou, ik voel eigenlijk die social media ontwikkelen. Ja, soms hoor je wel wat dingen uh, ja, uit, uit, uh, uit, uit, uh, uit de community of zo. Van nou, ik doe, doe dit of doe dat. Maar je ziet ook wel, ja, omdat je zelf natuurlijk ook wel kijkt op social media. Oh, zo heeft diegene dat gedaan. Nou, ik ga het zelf ook eens even proberen. Dat is ook het creatieproces. Want dan wil ik dan op maandag wil ik dus, uh, creatief bezig zijn voor mijn bedrijf. Maar dat is ook... Ontdekken en onderzoeken van hoe hebben anderen dat gedaan. Nou, laat ik het dat zelf ook eens proberen. En hoe pakt dat uit? Dus, ja. um, dus het is niet dat ik nu cursussen volg om, uh, om social media. Ja, het is meer dat ik kijk om me heen. Wat gebeurt er? Wat zie ik gebeuren. En ja. En, en ontdekken en, en creëren hoe dat, hoe dat werkt. Dus dat, ja. Is, ja, dat is eigenlijk ook het spelen. Ik heb het spelen ja, eigenlijk wel een beetje opgepakt. Ja, precies. Want, uh, ja, want het is toch een ontdekkingsreis. Dus, uh, ja. En wat ik vooral heel erg vind, is dat je bij social media en al je uitingen vooral heel dicht bij jezelf moet blijven. En niet, niet dingen moet gaan kopiëren van anderen. Maar wat zit er in jou wat er naar buiten mag komen? Ja. Ja, 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 dat is ook echt wat ik in mijn al mijn jaren ondernemerschap heb ontdekt. Dus als, dat is, dat is de, de kracht, is dicht bij jezelf blijven en doorzetten. <laughs> ja, maar dicht bij jezelf blijven, want het pad van een ander volgen maakt je niet gelukkig en ook niet succesvol. En dat is wel vaak ook soms een reis. Hè, van, goh, ja, wat is mijn pad dan? Ja. Ja, en wat is dat dan voor mij? Uh, maar dat is heel belangrijk inderdaad. En uh, en, en uiteindelijk kun je ook gewoon heel veel leren door in de praktijk gewoon te doen. Ja, Hè? Precies. dus um, ja. Ja, dat dus komt nu net zo'n ingeving binnen van: Goh, ja, ik, ik wil graag dat ze dicht bij zichzelf blijven. Maar ik denk dat ik vooral het visuele kijk naar afkijk van een ander. Hoe hebben ze dat gedaan? Mm. En hoe zou je met je eigen woorden en met je eigen beelden daar ook vorm aan kunnen geven? Dus dat is. Ja. Dat is meer wat ik, wat ik voel. Dus ik wil wel heel graag dat je dicht bij jezelf blijft. Maar hoe, gaat, hoe wordt het opgepakt door de buitenwereld? Hoe brengen anderen dat wat interessant is? En hoe kun je het zelf uh, ook interessant maken op, op een visuele manier? Ja, precies. Mooi. En je vertelde net over: hè, ik, ik zie dat uh, de afgelopen jaren coaches en trainers steeds bekender zijn geworden in het samenwerken met VA's. Uh, maar ook in een ondernemerschap aan zich zijn er gewoon veel meer ondernemers bekend geworden. Hoor je ook wel eens ooit ander soort ondernemers? Of spreek je wel eens ooit ander soort ondernemers over het VE-schap? Nou ja, ik was vorig jaar bezig met een huis kopen. En toen uh, sprak een makelaar. Uh, en die zei ook al van, oh dat is eigenlijk ook wel super handig. Want ja, ja je, je vindt de huizen niet alleen meer uh, uh, bij je... De... In de dorpstraat. Natuurlijk heb je ook Funda. Maar het is ook belangrijk om, uh, om als makelaar uh, op social media aanwezig te zijn. Van uh, nou, er staat weer een huis te koop. En uh, uh, kun je alvast even een impressie uh, zien op social media? Dus ja. in de sfeerbeelden. Ja. En uh, ja, ik denk dat je op social media dus eerder bereik hebt dan als iemand uh, naar uh, Funda zo zou surfen. Ja. ja, ik denk dat als je dat uh, tof aanpakt op een hele ja. uh, mooie manier die aanspreekt, dat je daarmee ook een heel mooi bereik kunt creëren inderdaad. Ja, ja. ja. ja dat is wat ik ook heb gemerkt. Van, goh, er zijn inderdaad sommige bedrijven die, die, die uh, best wel heel veel tegenwoordig die het bestaan van het VE-schap VA kennen, ondernemers, uh, maar nog lang niet iedereen. Dus dat is, betekent nog steeds een enorm groeipotentieel. Maar als je het vergelijkt met uh, 2017 en nu, is er echt al uh, heel veel veranderd. Hè? Ja. Zeker, ja. Klopt. Positief. Ja, ook positief. Ja, ik moet weer terugdenken aan, uh, aan dat ik werkte bij een reiswereld. Dat ik totaal niet wist hoe je dan op social media uh, zichtbaar werd. Nou, ik heb in die tijd wel veel meer geleerd hoe dat moet. Dus ik ja, zou dat voor het bedrijf het wel weten. Maar ja, goed, ik werk daar niet meer voor. Dus je mag het lekker zelf uitzoeken. Maar uh, ja, dus dan, uh, nou weet ik het. Ja. Ja, ja. ja dus dat, uh, nou wie weet dat je nog ooit een bijdrage gaat leveren daar. Ja, wie weet. <laughs> ja, ja, je weet nooit, uh, want hoe kijk jij naar de toekomst? Heb je plannen, ideeën, wensen? Um, ja, ik heb eigenlijk niet direct dat ik zeg van nou, ik, ik wil zo doorgaan. Um, ja, ik help mijn man natuurlijk ook met het bedrijf. Dus dat is eigenlijk ja. ook wel zoiets waarbij ik uh, benieuwd ben waar dat heen gaat. Dus dat, uh, mijn man is, uh, is goochelaar en uh, hij, um, ja, hij heeft allerlei ideeën dat als hij bijvoorbeeld uh, een optreden gaat doen... Dat hij uh, uh, iets gaat uitdelen waar een QR-code op staat. En waarbij hij dus, uh, dat leidt naar de website, met de uitleg van een trucje. En waarbij je dus uh, eventueel ook een trucje kunt kopen. Dus dat zijn allemaal ideeën die we willen uitwerken. Dus daar zijn we, ja, we zijn nu vooral bezig met de groei uh, van het bedrijf van mijn man. Ja. Yeah. Dus, uh, en ik wil, uh, ja, ik vind heel veel dingen super interessant. Ik ben ook bezig met spiritualiteit en met transmediumschap. En uh, ja, daar wil ik me verder in ontwikkelen. Uh, misschien dat ik dat ook meer kan gaan toepassen voor mijn klanten. Uh, dat ik misschien meer één op één ga werken met uh, uh, advies. Dus dat ik echt ga kijken van uh, welk bedrijfsconcept wil je uitrollen. En dat ik daar een klankwoord voor kan zijn. Uh, met ideeën en, uh, en, en de route. Maar ja. dat iemand anders het uitvoert. Ja. Dus, uh, dus oh, ja. dat lijkt me wel... Uh, dat zie ik wel uh, misschien meer gebeuren. Want ja, ik, ik heb het... Uh, nu vind ik zelf uh, druk genoeg. Ja. Om, ja. Uh, om uh, in mijn dagelijks leven te voorzien, laat maar zeggen. Dus... Ja. Uh, maar ja, als, uh, als er klanten komen die zeggen, nou ik wil wel uh, create, dat er creatief meegedacht wordt met het idee wat ik heb. Ja. Hoe kan, ga ik het aan de man brengen? Hoe kan het uh, in, in de online marketing? Hoe, wat, hoe word ik zichtbaar? Uh, op welke manier? Uh, ja, dat lijkt me echt super tof om na te over, over mee te denken. Mm -hmm. Maar dan niet de hele uitvoering erbij, mm -hmm. want dat kost eigenlijk de meeste tijd. Ja. Maar dan zou het fijn zijn als diegene een andere VA naast zich heeft... die dat kan uitvoeren. Ja, of jij, een team van VA's. Ja, ja dat zou ik nog kunnen, ja. ja. Wie weet, wie weet, ja. Hey, en uh, heb jij jezelf eens een keer lekker financieel gekieteld... voor alle inzet uh, die jij uh, hebt gedaan... om, om ja, ook gewoon jezelf iets te gunnen... Ja. Of voor alles wat je hebt neergezet? Ja, nou ja... Ik doe uh, wat ik waar. Ik geef, ik geef mijn geld uit bijvoorbeeld aan trainingen die ik nu wel interessant vind. Natuurlijk over transmediumschap. Ja. Vooral het ervaren ervan. Dus, uh, maar ook, uh, ja, ik ben uh, de laatste tijd een beetje verzot geraakt op kristallen. <laughs> dus soms koop ik nog wel eens een mooi, uh, mooie steen of een mooie kristal voor mezelf om neer te zetten ja. om daarvan te genieten. Ja. ja. Fijn dat je jezelf ook dingen gunt. Want dat is ook belangrijk. Hè? Ja. 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 Hey, en um, heb je nog een laatste tip voor vrouwen zoals jij die aan het begin staan en die deze stap overwegen? Um, wat je ze echt wil meegeven om te kiezen voor zichzelf om echt die doorbraak te maken? Ja, echt voor jezelf te raden gaan waar je passie ligt. En ik kan er wel Want ik heb voor twee jaar geleden een keer een. Mindmap gemaakt uh, van mijn naam, bijvoorbeeld, en daar heb ik echt alles bijgezet wat bij mij past, en daar kwam dus ook echt bij uit dat ik het dus ontdekte weer van dat ik het zo leuk vond ja. om die coral te leren toen ik dertien was. En ja. Ik heb dus echt alles genoteerd van kinds af aan wat echt bij me past, en ja, ik denk dat als je teruggaat naar je kindheid, van wat je toen leuk vindt om te doen, En waar je dus de intrinsieke motivatie voor had, uh, dat daar hetgene ligt wat je, wat je mag gaan brengen in de wereld. Ja. Dus uh, en ik denk dat je als je dat ontdekt, dat, dat het ook een stuk makkelijker is om dat uit te dragen als ondernemer. Dus ja. als VA, maar ook als andere als je wat anders in de wereld wil zetten. Dus ja. uh, ik. Dat is je basis, je fundering waar je vanuit kunt bouwen. Mooi. Mooie tip. Ja, ja dankjewel. En als vrouwen jou nog ergens uh, willen zien online of uh, contacten. Hoe kunnen ze jou, waar kunnen ze jou vinden en waar kunnen ze contact met je opnemen? Uh, op onweerstaanbaaronline.nl. <laughs> en ja. um, ik ben ook op Instagram bekend onder het uh, En op LinkedIn Wendy Jansen. Ja. Dus, uh, ja. Super bedankt voor jouw fantastische, mooie bijdrage van al je ervaring in het VE-schap en al die jaren ondernemerschap. Ja. ja en uh, ik wens je ongelooflijk veel succes. Nou, wij blijven contact houden. Zeker. En uh, heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. En jij bedankt voor de uitnodiging.